Een BMW is vannacht verwoest door een explosie. Buurtbewoners uit de Ernst Casimirstraat in Breda werden wakker van een harde knal. Het schudde op mijn bed en ik woon hier 15 meter vandaan. Twee geparkeerde auto's die ernaast stonden zijn ook flink beschadigd. De auto is gewoon helemaal zwart aan de achterkant met brandplekken. Ja, er is hier een auto geëxplodeerd. Een auto, ook precies achter mijn auto. Dan komt hij er nog enigszins mooi van af, denk ik. Bij ons liggen ook de resten van de auto en van het glas liggen in de tuin. De BMW is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. Iedereen is daarvan geschrokken. Het is angstaanjagend. In Valkenswaard is een toerist aangereden door een camper. Hij stak over met zijn fiets richting de Centerparks en botste toen met de wagen. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de camper is weggesleept. Twee auto's zijn gisteravond tegen elkaar gebotst in Elshout. De klap was zo hard dat een van de auto's tientallen meters verderop in een sloot belandde. Maar er raakte niemand gewond. En dan, de 38-jarige David Z. uit Tilburg krijgt 20 jaar cel. Hij krijgt dat voor het doden van zijn vrouw Marta en voor het doden van zijn huisgenoot in 2020 en 2021. Het gaat om een dubbele doodslag op gruwelijke wijze. Daarom kreeg hij vandaag een maximale celstraf opgelegd.